Coach Paul, we zeiden het net ook al tegen Josh. 84 punten is een prima aanvallend resultaat. Maar die 111, die doen je de das om, hè? Ja, zeker tweede kwart. Heel de eerste helft. Shotten zij geloof ik, of schieten zij 70% driepunters. We hebben daar niet goed op verdedigd. We hebben daar te veel afstand gehouden van de schutters. Derde kwart is het 20-20. Dus hetgeen dat je zegt, aanvallend, ja, met momenten vond ik het zeker niet slecht. Maar ook, ja, zie rebounds, 16 aanvallende rebounds. Ook van kleine mannen soms. Ja, van hun forward, van iedereen een beetje. Ja, boxing out, dat is wel een belangrijk detail in een wedstrijd. Want zij krijgen 14 punten daaruit. Langs de andere kant hebben wij er ook 9. Maar Limburg was vandaag aanvallend ook sterk. Alles ging binnen. De Giron inside zeer sterk. Paul, is dat dan ook de reden? Op een gegeven moment zagen we je spelen met Josh, Jet en Samuel. Is dat dan ook dat je wat meer de controle wil krijgen in je rebounds? Ja, ik wou dan, ik trachtte wat groter te gaan spelen om toch wat meer rebounds te hebben. Je probeert een beetje van alles om je ploeg in die wedstrijd te krijgen. Maar in de tweede helft is dat nog een stuk gelukt, vind ik. Maar het is vooral het tweede kwart, 18-34. Als je 34 punten daar geeft, dat is natuurlijk veel te veel. Dan nu op naar dinsdag. Sam en ik zeiden het al even tegen elkaar. Van, het lijkt wel alsof bij Joost zijn er altijd 1 of 2 spelers die echt opstaan. Maar we hebben het gewoon aanstaande dinsdag nodig dat, noem het even, bijna het hele team echt opstaat. Wel ja, maar het gaat opstaan. Het gaat over de dag hebben, dan zal ik het maar zeggen. Iedereen wil het wel. Maar bij ons, de eerste helft, onze schutters die schieten niet binnen. Maar als iedereen aanvallend de shots maakt die dat hem krijgt. Dan kunnen wij, we hebben dat al bewezen, sommige wedstrijden kunnen wij misschien wel tegen iedereen winnen. Maar het heeft ook een stukje te maken, we moeten realist zijn, met de grote bank ook weer van Limburg, die veel druk kunnen blijven zetten, ook op onze spelers. En op een zeker moment, ja... Leid je daar dan ook onder waarschijnlijk, dat uw shot niet meer zo zuiver is en zo verder. Paul, dan gaan we op naar dinsdag, de play-off. Heb jij een voorkeur? Het wordt Bal of Aals? Ik heb nog niet gerekend wie het wordt, misschien jou al wel, maar heb jij een voorkeur? Bal heeft gewonnen, Norik. Lycée was het, hè? Ja, ik heb juist gehoord, ja, dat Bal wint. Dus ja, ik weet het niet van buiten tegen wie we gaan spelen. Wat was uw vraag? Wat heeft je voorkeur, Aalst of Bal? Om eerlijk te zijn, Bal. Nou, daar gaan we dan voor. Ik voel mijn broekzak heel hard trillen, dus ik ga zo heel even kijken of we het weten. Dat is de coach Radenko. Misschien is het Radenko, ja, het zou kunnen. Paul, dankjewel. We zien elkaar dinsdag. Succes met de voorbereidingen.